Op 26 mei 1574 belegeren de Spanjaarden onder leiding van veldheer Valdés de stad. Ondanks dat het de tweede keer is, zijn de Leidenaren slecht voorbereid. Er is te weinig voedsel binnen de stadsmuur. Er zijn nauwelijks wapens. En ze zijn zelfs vergeten de schansen van het eerste beleg te slopen. Zodat Valdés de stad makkelijk hermetisch kan afsluiten. De honger slaat toe, maar Leiden weigert zich over te geven. Er wordt zelfs beweerd dat de burgemeester uiteindelijk zijn eigen lichaam als voedsel aan de uitgehongerde bevolking aanbiedt. Na 4 maanden komt de redding. De prins van Oranje besluit de dijken van Holland door te steken. Het gebied loopt onder water en zo kan de Geuse vloot richting de stad varen. En als in de nacht van 2 op 3 oktober een deel van de verzwakte stadsmuur instort, vluchten de Spanjaarden in paniek. De bevolking kan het nog niet geloven. Een kleine jongen sluipt naar de Lammenschans en vindt deze inderdaad verlaten. Het enige dat er nog staat is een klaargemaakte maaltijd van wortelen, uien, vlees en pastinaak, die we sindsdien hutspot noemen.